Het hele ziekenhuis hier in Scheemda is aardbevingsbestendig gebouwd. Dat kun je op heel veel plekken niet zien. Het zit allemaal in de grond. Maar dit is een van de plekken waar je dat heel goed kunt zien. Dit soort rubberen segmenten, die zien we door het hele gebouw heen. En die markeren eigenlijk dat met name de langere gebouwdelen in losse segmenten gebouwd zijn. Dus het deel aan de ene kant en het deel aan de andere kant staat in principe helemaal los van elkaar. Zodat mocht er een keer een aardbeving zijn, dat de gebouwdelen los van elkaar kunnen bewegen. En dan op die manier veel minder schade optreedt. Rogier, nog een week te gaan. Hoe kijk je terug naar de bouw? Nou, we zijn nu 2,5 jaar geleden ongeveer begonnen met de eerste stenen. Of in ieder geval het bouwrijp maken van het terrein. En als je ziet wat er in 2,5 jaar tijd hier neergezet in Scheemda is, dan dat is behoorlijk wat. Je hebt het zelf kunnen zien. En daar zijn we eigenlijk best heel erg trots op. En wat is het gevoel bij het nieuwe ziekenhuis? Gaat het goed komen? Ja, het gaat zeker goed komen. Het is, zoals ik zeg, we zijn eigenlijk met z'n allen heel trots op het ziekenhuis wat hier neergezet is. We denken dat het een heel mooi ziekenhuis is, maar dat het vooral ook heel goed voldoet voor de dingen die wij moeten doen en willen doen voor onze patiënten. We denken dat we patiënten hier heel goed kunnen ontvangen en dat we hier hele goede zorg kunnen verlenen. Dus ik denk dat wij hier heel erg blij mee zijn. Ja. En zijn er ook verschillen tussen ziekenhuizen in Winschoten en Delfzijl en hier in Scheemda? Ja, er zijn heel veel verschillen. Met name in de panden. Dat zal iedereen direct zien die hier binnenkomt. Het is natuurlijk allemaal nieuw. Het is ook wat anders ingedeeld ten opzichte van de ziekenhuizen zoals we dat traditioneel gewend zijn. Ook op dit moment in Delfzijl en Winschoten. Het belangrijkste verschil is eigenlijk, of het meest treffende wat je direct merkt, is dat we niet meer allerlei verschillende polyklinieken door de hele ziekenhuis hebben. Maar nog maar één grote polykliniek waar alle polies gezamenlijk poly houden. En we hebben ook één centrale wachtruimte, daar zitten we nu in, waar iedereen gezamenlijk wacht. Centraal wacht tot hij naar zijn afspraak gaat. Dat is echt echt wel een wezenlijk verschil. Maar tegelijkertijd verandert er ook weer niet zoveel. Want het zijn dezelfde medewerkers die hier werken, die op dezelfde manier hun werk doen en de zorg verlenen. Het zijn dezelfde dokters. Dus heel veel van de zorg blijft ook weer bij te houden.